Jong leren eten heet het programma dat kinderen en jongeren gezonde en duurzame keuzes wil leren maken. In het Natuurhuis kwamen voedseleducatieaanbieders uit de gezondheids-, NME- en agrarische sector bij elkaar om het programma te bespreken en te kijken wat ze voor elkaar konden betekenen. Jong leren eten is een programma waarin Rijk, provincies, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties samenwerken om kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar meer structureel in aanraking te brengen met zowel gezonde als duurzame voeding. Ja. Waarom is dat eigenlijk? Omdat te weinig kinderen de aanbevelen hoeveelheid groenten per dag eten, fruit. Er is steeds meer overgewicht en ook heel belangrijk, ze weten helemaal niet meer goed waar het eten vandaan komt, hoe het groeit, hoe je het moet verwerken, hoe je het moet bereiden, hoe je goed kunt koken. Doppertjes komen uit blik, hè? Inderdaad, en melk komt uit de supermarkt. Niet uit de koe. Nee. Boeren willen wel graag mensen op hun erf hebben en uitleggen wat ze doen. Ja, dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Boeren moeten steeds meer gaan vertellen wat ze doen. Omdat er, in de tijd dat ik als kind opgroeide, was een boerderij vaak gemengd, veel kleinschaliger. Veel meer boeren met veel meer boerenkinderen. Dus je kwam altijd wel een keer op een boerderij. Inmiddels is dat niet meer zo. Het aantal boeren is natuurlijk sterk gedaald. De boerderijen zijn veel groter, meer gesloten. En mensen weten dus gek genoeg en jammer genoeg heel weinig nog over waar ons voedsel vandaan komt. En het begint met waardering en kennis. En pas dan heb je ook geld over voor goed voedsel en ga je er veel meer van houden. Nou, je hebt verschillende voedseleducatieaanbieders uit verschillende sectoren. Je hebt de agrarische sector met educatieboeren. Je hebt de natuur- en milieueducatiesector die met voedsel op scholen komt. Je hebt ook de gezondheidssector. Die werken allemaal langs elkaar heen als het om de scholen gaat. Dus die proberen wij vandaag te verbinden met allemaal lokale partijen om te kijken hoe ze meer gezamenlijk kunnen samenwerken en hoe ze gezamenlijk de witte vlekken hier kunnen oplossen. Vandaag is de subsidieregeling opengegaan voor scholen en kinderopvang, waarbij zij financiën kunnen aanvragen voor leuke activiteiten, ervaringsactiviteiten op het gebied van voedsel. Dus een moestuin, op bezoek bij een educatieboer, kooklessen, een gastles van een diëtist. Dus dat soort dingen kun je bedenken. Daar kunnen scholen en kinderopvang financiën aanvragen. Informatie staat op www.jongleren-eten.nl. Ja. En scholen is natuurlijk niet alleen BSO en basisscholen, maar ook? Ook voor het onderwijs en mbo.